Patrick Pouyen, algemeen directeur van Total Energies, zal volgende week Suriname bezoeken met de mogelijkheid van goed nieuws over de ontwikkeling van olieprojecten in ons land. Dat zei hij woensdag tijdens een conferentie. Het Franse Total Energies en haar Amerikaanse partner EPE Corporation zullen naar verwachting eind 2024 een definitieve investeringsbeslissing nemen voor blok 58, het veelbelovende offshore oliegebied van Suriname, dat het project naar de ontwikkelingsfase zou kunnen brengen. Een officier en een onderofficier van het Commando Civiel Technische Werken van het Nationaal Leger hebben hun opleiding in Brazilië met succes afgerond. Het doel van deze opleiding was om militair personeel op het gebied van ontmijningsoperaties te trainen naar nationale en internationale standaarden. Een belangrijk onderdeel was om te kunnen optreden als internationale toezichthouder, monitor en instructeur bij humanitaire ontmijningsmissies. De opleiding duurde 5 weken en bestond uit 2 fasen. Personeelsleden van het ministerie van OW hebben een training Quantum Geographic Information System gevolgd. Deze training gaat over het werken met een open geografisch informatiesysteem middels kaarten en geografische informatie. De technische afdeling van het ministerie van Openbare Werken kunnen met een basistraining OGIS goed gebruik maken om diverse zaken in kaart te brengen en data te verzamelen. In dit kader hebben onlangs enkele personeelsleden van diverse afdelingen een 2-daagse basis QGIS training gevolgd. Op 4 september mochten de cursisten hun certificaat in ontvangst nemen. Binnen het ministerie van Openbare Werken wordt gewerkt aan transformatie naar een effectieve en efficiënte uitvoer van de werkzaamheden.